You are just so every feel. You're all I want. Het is menens voor de 24-jarige Levi van Dommelen uit As. Levi timmert al enkele jaren aan zijn muziekcarrière. Voor zijn debuutalbum haalde hij zelfs de Engelse producer Phil Vinyl achter de knoppen. Vinyl werkte in het verleden met klinkende namen zoals Radiohead en Mark Knopfler van de Dire Straits. I was in Mexico at the time and he sort of sent me a few songs and I heard them and I thought, I like this. Yeah, he's a good singer, very good singer. So it's like, okay. Which is a beauty in studios because nowadays you're left with you can't really call them singers, you can call them something, but you know, their mouths sort of like open up and down, but you know, really they're not singers. So he's a traditional singer-songwriter. So that's always a joy to work with. En dus sloten de twee zich 5 weken lang op in de opnamestudio in Lommel. Ik schrijf al mijn eigen liedjes van toen ik 10 jaar was en nu ben ik 14 jaar verder. Nu ben ik er 24. Ondertussen heb ik een lijst van meer dan 100 songs of zo. En hebben we samen met Phil gekeken van oké, elk liedje geluisterd en welke zijn de 10 beste. En dan hebben we zo gekozen, ja. When I want to look at you. Samen beslisten ze om eerst enkele singles uit te brengen. Op de cd van Levi is het nog wachten tot volgend jaar. Maar hitpotentieel heeft de zanger genoeg, denkt Vinyl. The next few years, I think, you know, you're not going to hear of him. Now, in terms of success or whether he, you know, hits the number one spot in, you know, whatever radio station, I don't know. I mean, that's a lottery. But he has got the songs to pull it off. So he's got that little something there.